Nou, we staan hier op de hoek van plein 44. Hier zijn we een rioolinspectie zijn we hier aan het doen. In het kader van Wereldwaterdag. Water is belangrijk voor iedereen, voor mens en dier en plant. Zonder water kunnen we niet leven. Maar waarom we vandaag hier staan, is om meer beeld te kunnen geven aan wat er onder de grond zit. Aan de riolering en de afvoer van de waterkant. En daarvoor was vandaag de mogelijkheid. Iedereen die langskwam kon kijken naar hoe de riolering er van binnen uitziet. Van binnen is het zijn betonnen buizen, zand, cement en grind, in een ronde vorm. Dat gaat naar gemalen toe, daar wordt het weer gereinigd. Alle troep wordt eruit gehaald en daarna wordt het weer gereinigd, zodat het weer voor andere doellijnen ingezet kan worden. En gezuiverd natuurlijk. Daar worden door deskundige mensen binnen de gemeente Nijmegen en ook door ingenieursbureau worden daar berekeningen voor gemaakt. Van zoveel inwoners, zoveel water wordt er verbruikt. Dus dan hebben ze, die capaciteit moet dan berekend worden van hoe groot de buizen moeten zijn. En die buizen komen dus allemaal onder de grond te liggen. Dat is iets wat wij normaal niet kunnen zien. Nou, we staan hier gewoon omdat mensen kunnen komen kijken naar een rioolinspectie. En hoe het gaat allemaal, hoe het werkt, wat voor werk er allemaal aan zit. En hoe groot het is wat er eigenlijk allemaal onder ons doorgaat. En nu kunnen mensen het zelf een keer ervaren. Want als je als leek nu voor de eerste keer kijkt hoe groot zo'n riool hier is. Ja, dat is onvoorstelbaar hoeveel water er nu, en het regent nu niet eens, hoeveel water en hoeveel afvalwater er nu al onder ons doorgaat. Wat mensen allemaal in het riool gooien. Het riool is heel belangrijk nu voor het afvoer. Maar als je ziet wat er allemaal in het riool terechtkomt, van puin tot weet ik het wat. En zelfs de billendoekjes zijn gewoon heel schadelijk voor de pompinstallaties.